was het nu om hem in het echt te zien? Gaaf, ontzettend gaaf. Echt waar, hartstikke gaaf. Hoe vind je nu Arnie in het echt? Mooi, mooi. Sterk en fijn. Elke jongen in Nederland zou ik Peter of Arnie zou ik gewoon aan de kant zetten. Ik zou echt, ja, ik ook. Als hun naar me toe zouden komen, dan zou ik echt elke jongen aan de kant zetten. Zijn er dan ook nog mensen op school in jullie omgeving die niet kijken, die het maar niks vinden? Ja, ja. Jongens! Ja. Vind je Babette en die anderen dan niet leuk? Babette? Linda en... Die mag ik ook niet. Nee, Annette is wel goed. Maar die is een beetje maf, hè? Die vindt helemaal oké. Nou, wat vindt de rest van de familie? Die is helemaal fan. Helemaal fan. Allemaal posters en zo. De vader die voor alles van Annette. Goede tijden, slechte tijden. Meer leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden. Soms geluk en soms verdriet. Men wil goede tijden, slechte tijden zien. Dat is gedaan door alle mensen voor en achter de schermen. Er is een fantastische prestatie gepleegd en daar wil ik jullie allemaal voor bedanken. En namens RTL 4 en namens Grundy vanavond jullie dit feest aanbieden. Ik wil in één persoon iedereen bedanken die dit seizoen zo'n ongelooflijk succes hebben gemaakt. Er is één persoon, dat is de producer die namens Grundy en Van der Ende aangesteld is. En dat die klus gedaan heeft. Op een ongelofelijke manier. Olga, zou je even naar voren kunnen komen? Olga Madsen, dank je. Olga, het is de champagne van de sterren. En jij gaat er dagelijks mee om. Je behoedt ze, je behoedt ze niet alleen, je motiveert ze. En je zorgt dat de serie de kwaliteit heeft gekregen die het nu heeft. Hartelijk dank en ik hoop je nog heel lang samen met jou te mogen werken. Hier gaat het feest straks losbarsten voor de harde werkers van voor en achter de schermen van goede tijden en slechte tijden. Voor hun breekt een zomerpauze aan en dat mag ook wel na 195 afleveringen, 4875 minuten drama. Ga daar maar aan staan. U kunt zich voorstellen dat bij al dat drama dat er ook wel eens een kleinigheidje mis kan gaan. Kijkt u maar. Arnie met Bas. Of shit, met Emiel. Je kunt ze iets vertellen en ze geloven het. Ah, Suzanne. Ach, ik was verliefd op Rien. Nee, zo simpel liggen de zaken nou helemaal niet. Zijn er nog boodschappen voor me? Heb je wel een rijbewijs? Ja, zo kan ik niet rijden. Ik word hier bloednerveus. Ja, ik word bloednerveus omdat jij niet kan rijden. Net zoals een taxi. Hoor. Doe even normaal. Er zijn geen taxis in deze buurt. Nou, je kop en ga zitten. Oké. Okay. Met de godsnaam op de weg, dit soort dingen allemaal. Gek van die vrouwen. Hey, ik vertrouw ze niet, Dani. Oh, zet eens een andere cd op. Ah! Ik flik niet aan, schop die trap op. Dit is een misverstand. Flik goed. Spijt me, het is een misverstand. Geplette kikkerbillen en gepofte haaienbillen op zijn Bulgaars? Ja, dat staat vol met die billen. Maar ik wil gewoon een hamburger of een uitsmijter en dat hebben ze niet. Dus ik denk dat ik maar een Russische salade neem. Hey, hoe was het gesprek met de Bruin? Ja, het ging goed. Probeer Simon al de hele middag te pakken te krijgen. Weg, joh. Als ik dat wist, heb hoge koorts. Verder weten wij het ook niet. Ik voel me mooi. Echt zo. Recht voor zijn raap dan. Ik vind het klasse. En als jij dit niet doet, dan kan je me beter uit deze business stappen. Schoonwerk. Ik doe het. Hoge boom, gezegd, hè? Met een beetje te.
Die Rien is echt ongelooflijk. Zelfs als je aardig tegen hem bent, reageert hij nog als een veelgeslagen kind. Wat een achterdocht. Ja, zegt dat wel. Maar ja, aan de andere kant, in zaak is het soms wel handig. Ja. Kopje koffie? Nee, hè? Ja, hè. Als jij niet met me was meegegaan, zogenaamd om een gezelschap te houden, was dit nooit gebeurd. Hoe kan dat nou? Ik heb toch helemaal nergens aangezeten? Je hebt toch met je knop aan de met je handen aan de begane grond gezeten? Dan doet hij dan wel heel erg lang over. Hey. Hallo. Mag ik whisky van je? Met of zonder ijs? Met. En, hoe staan de zaken momenteel? Gaat wel. Ik moet een paar dagen de stad uit. Ik wacht nou op mijn vervanger. Zo, dus je gaat lekker met vakantie. Met heel veel tijd. Is dat maar waar, jongen, vakantie? Nee, zo is toch genoeg, hoor. Straks krijgt u nog meer prachtige bloopers te zien in het tweede gedeelte van dit programma. Intussen zijn de meeste sterren al gearriveerd hier in het Hollandse Hollywood van Jan de Bak te Bussum. En er zijn ook een paar acteurs en actrices bij die al na een paar maanden helaas afscheid moesten nemen van de rest van de Goede Tijden, Slechte Tijden familie. En Guus Marinus die praat even met een paar van hen. Over naar Guus. Wilbert Gieskens en Jet van der Meij, jullie waren een van de eerste afvallers uit de serie. Is het moeilijk om zonder Goede Tijden, Slechte Tijden door het leven te gaan? Nou, ik dacht dat het moeilijk was, maar de puberteit ging gewoon door. Ik ben er nu 3 maanden uit en ik word nog steeds door kinderen achtervolgd op straat als de vader van en Goede Tijden, Slechte Tijden. De dames vallen nog van hun fiets terwijl ze me herkennen in de auto. Dus het valt erg mee. Jet, mis je de serie? Nee, dat valt wel mee, maar ik was vorige week was ik op de set en toen ben ik nog weer eventjes bij de Goede Tijden, Slechte Tijden geweest. En toen ik daar rondliep, toen miste ik het vreselijk. Toen dacht ik van, oh, wat erg dat ik hier niet meer ben. Ja. Hoe ging dat afscheid? Alleen maar janken, echt heel erg. Ik vond, ja, het was wel echt, iedereen was heel aardig en zo en lief. Maar ik vond het heel erg en we waren op de set en Olga kwam met 2 hele grote bossen bloemen. En, die kregen we en het was echt alleen maar janker, tenminste voor mij. Ik vond het echt heel erg. Hoe ging dat op die laatste dag? Nou, ze hadden me gepland op de allerlaatste scène. En het was een scène waarin ik moest huilen en dat lukte helemaal niet. Ik dacht, als ik nou begin te huilen, dan hou ik niet meer op, weet je wel. Dus toen is dame van de schmink naar beneden gekomen met spulletjes en dingetjes. En toen was het afgelopen en de scène stond erop. En toen had ik ineens zoiets van, mijn laatste scène. En toen begon ik dus heel hard te huilen even. Dat heeft 2 minuten geduurd. Toen was alles eruit en sindsdien gaat het perfect. Hoe waren nu de reacties uit het land op jouw rol? Oh, daar heb je hem. Oh, oh my god. Sorry, wat zei je? Hoe de reacties waren? Ik heb hele enthousiaste reacties gehad. Ja, ik bedoel, mensen vinden het natuurlijk geweldig dat wij met elkaar iets hebben. Dus er wordt ook veel, veel op straat nageroepen. En veel jaloerse meisjes? Een heleboel jaloerse meisjes. En het grappige is, oudere vrouwen komen dan naar me toe en die fluisteren in mijn oor. Hou hem vast, geniet ervan. Dus, zo denkt Nederland er ook. Maar je hebt nu afscheid moeten nemen. Ja, jammer. Ja, maar wie weet. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. En dit is het traditionele kledingstuk dat iedereen krijgt. Oh, wat lief. Iets wat hij in zijn rol gedragen heeft en waarvan wij hopen dat jij het leuk vindt. Maar wat toch specifiek is voor de rol. Dankjewel. Dus ik hoop dat je het mooi vindt. Dankjewel. Oké? Okay? Deze zijn erg mooi. Dus het is echt bewust. Hey, dank jullie wel allemaal. Ik heb het leuk gevonden. Ik dacht dat je het wel begreep. Als je het inzet, dan gaan jullie vreselijk missen. Laat het leven, laat het leven in de gloria. Nu weten jullie tenminste waarom jullie echt uit de serie geschreven zijn. Omdat wij jullie rol gaan overnemen. Jongens, Robert, dat je hebt het altijd zo leuk. Hé hey, jongens, proost hè. Ah! Jongens. Lang zullen jullie leven. Staat u er goed op dan? Ja, dat is goed. Is die ook niet best? Nee, ja. Nou, jongens, dank jullie wel.
Afscheid nemen is natuurlijk altijd een beetje verdrietig, vooral als je lang en hard en leuk samen aan iets gewerkt hebt. Wie u het volgend seizoen niet één avond hoeft te missen, is natuurlijk die hele leuke Mirjam. De komische noot in een dramaserie vol emoties. Ja. Eerlijk. Jij ook? Heb jij te veel naar Loveboat gekeken of zo? Moet je gewoon een keuze kunnen maken? Ik kan het niet lezen. Het is allemaal in het Italiaans. Ach, Mirjam, we zijn juist niet naar de pizzeria gegaan, Sybil. Het is Frans. Dan is er allemaal één pot nat die buitenlandse rommel. Hoe zit het hier met de schnitzels? De schnitzels? Ja, daar heb ik zin in. Met puree. Mevrouw doelt zeker op de tranche de porc pané béarnaise. Nee, Charles. Mevrouw bedoelt een schnitzel. Lief gedraag je, hè? Toch zou die hier nu ergens rond kunnen lopen. Wie? Een soort burger. Jezus, Mirjam! Ik zal de deur moeten forceren, mevrouw Helming. Doe maar. Gaat het wel goed, Mirjam? Mirjam. Ik geloof dat er iets uit de kom geschoten is of zo. Ah. Zit je thuis vaak te kijken zelf, Isa? Ja, ja, toch wel. En ja. Met wat voor gevoelens kijk je dan? Nou, in het begin was het heel gênant. Ben, echt hè? Zo van... Ja. Ben ik dat? Ja, maar nee, nou gaat het wel. Je bent eraan gewend? Ja. Mirjam is een apart type, ja, Isa. Oh ja? Kan je wel zeggen? Oh ja, 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 ja. Nee. En wanneer kwam jij erachter dat je ook een beetje maf was? Dat komt nog zeker, denk ik. Ja? Nee, dat... Maar je voelt je erin thuis? Ja. Je hoeft jezelf geen geweld aan te doen om Mirjam te spelen? Nou, moet ik eigenlijk ja zeggen. Nou, het is natuurlijk gewoon één kant van jezelf die je lekker aan kan dikken. Ja. Dat is het natuurlijk. Je hebt wel een hele leuke rol, hè? Ja, ja. Heb je ook nou wel eens het gevoel gehad van... Oh, waar ben ik aan begonnen? Mm-hmm. Ja, in het begin toen was ze alleen maar chagrijnig en hadden mensen ook zoiets van wat, waarom speel je zo? En we hebben gewoon nog niet gezien hoe die rol ook kon zijn. Ja. Nu heeft ze gewoon, is het een echt mens geworden. Ja, het is fantastisch ja. Natuurlijk dat je er elke dag kan spelen. Ja. Daar kan je aan schaven en werken. En het heeft eigenlijk verder niemand zo'n kans buiten jullie in goede tijden, slechte tijden. Ja. Weet je nog hoe je aan de rol gekomen bent? Met de screentest. Daar hebben wij beelden van jouw screentest, toen je die rol zou gaan krijgen bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Vind je het leuk om even naar te kijken? Nee, ja. Nee. Je haar staat toen al een beetje raar, oh. Maar het kan nog gekker. Kijk eerst even. Mijn naam is Isa Hoes. Ik ben 23 bijna, morgen. En ik kom voor de rol Mirjam. Oh, het was zo'n te gekke film. Ja, die is zo lekker, hè? Ze zijn in Arnhem weg. Ik loop er veel achteraf. En ik heb er wel van overal mijn baan kwijtgeraakt. Dat kon ik toch niet weten? Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Maar ik moet u zien, ik ben echt wanhopig. Als u me niet vertelt wat ik moet doen, dan vind ik geen baan meer. En als ik geen baan heb, dan kan ik u nooit betalen. Hey, hallo. Kom binnen. Annette vroeg of ik dit even bij je af wilde geven. Bedankt. Ja, dan ga ik erop zoeken. Ik vind ze vast leuk. Ze is zo alleen. Emiel zei dat het misschien door mij kwam dat u in elkaar geklapt bent. Huisassistent, secretaresse, kaas. Kaasmeisje! Kaas, vind je maar dat? Wat een geestig type, hè? Oh ja? Met John? Jij. Wat doe jij vanavond? Waarom ga je niet met me mee? Oh, ik wist dat ik iets vergeten was. Nou weer. Blikjes natuurlijk. Om een achterbumper vast te binden straks.
U vroeg zich af over wat te lachen valt bij goede tijden, slechte tijden. Jawel, nou we hebben straks bloopers voor u, hele mooie. Maar zo ging het al toen Wim Zomer, die Daniel speelt, zijn screentest deed. Okay, we're recording. Begon me af te vragen of je deze zondag maar gewoon helemaal wilde overzonnen. Mijn opvatting van een zondagmorgen is lekker lang in bed liggen. Daarna uitgebreide kranten lezen. Smiddags lekker lang. Oh, shit! En dit zijn meer valpartijen, ongelukjes en verwondingen die wel in het script stonden. Peter, het is gebeurd, Thijs. De operatie is geslaagd. To think that you, you lied to me. Als je er heel wat slechter af. I would never. Ik heb het natuurlijk. Even wat water. Dat is het. U ziet, het feest is nog steeds in volle gang en nog lang niet afgelopen. Straks nog meer bloopers, die prachtige hitsong uit goede tijden, slechte tijden en hele mooie romantische scènes. Tot zo na de reclame. Oké. Okay. Hartelijk welkom bij het tweede gedeelte van de Goeie Tijden, Slechte Tijden zomerparty. Gisteravond heeft u kunnen kijken naar het voorlopig laatste deel. Maar RTL 4 komt terug in september met nieuwe afleveringen. En dan hoort u elke avond dit schitterende lied, geschreven door Hans van Eyck en gezongen door Lisa Boré en Louis de Vries. Ze zijn hier ook. Thank you.
ook in die serie een lied. Hoe ging dat, dat zingen? Ja. Ik vond het in het begin ook heel moeilijk, omdat het ten eerste ja, niet echt mijn toonaard was. En ik Nederlands zingen, ik blijf het heel moeilijk vinden. Op zich, ja, het was heel, heel apart om zo'n gigantische koptelefoon op je hoofd te hebben. En whiskietje erbij en toen lukte het wel. Maar ik vond, ik heb wel zoiets, het is wel een vak apart. Maar het zit toch in je familie, hè? Want Mandy Huids, ex Frizzle Sizzle, en Jan Huids, haar vader, is een bekende pianist. Ja. Jij bent nichtje of andersom. Betekent dat niet dat je dan ook een beetje muzikaal bloed hebt? Volgens mij heb ik wel muzikaal bloed. Ze dachten altijd dat ik misschien ooit nog wel eens naar het conservatorium zou gaan voor piano of wat dan ook. Maar ik haat te studeren en ja, ik vind het leuk om te zingen, maar daar stopt het bij. Als jij nu bijvoorbeeld jazz mocht zingen of gewoon in een rock'n'roll band, zou je dat dan misschien wel leuk vinden? Ja, ik zou het liefst in een of ander bruin café ergens in New York heerlijk gewoon willen zingen. Gewoon meer voor mezelf. En inderdaad, blues en jazz. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Maar soms dan hoor ik mensen zingen en dan denk ik, laat ik er maar mee ophouden. Want het is zo amateuristisch wat ik doe. Sorry, ik kan het niet. Ik krijg die stomme tekst er niet uit. Het is je eigen tekst, daarmee. Er is niks mis mee. Probeer het nou nog een keer. Maak je niet zo druk, het gaat prima, joh. Hé, niks aan de hand. Staat erop, Annette. Ik kom eraan. Ja. Kom even. Werd je geduwd of ging je spontaan? Nou, ik zag die vrouw hier niet. Wat ik denk dat moet bij zijn. Had je zo'n ding op je neus? Ja, ik kan eens goed tegen laten, maar hij is er niet uit. Ik ga hem even ontduiken. Ja, oké. De echte naam van Arnie is natuurlijk Reinoud Oerlemans. En ook hij moest een screentest doen om tot goede tijden, slechte tijden te worden toegelaten. En die screentest die ging zo, kijk je maar. Ik ben Reinoud Oerlemans, ik ben 18 jaar en ik ga voor Arnie. Hij gaat voor Arnie. Hij gaat ervoor. Wat heb jij zo al gedaan, Reinoud, was het? Ja. Ja. Wat heb je zo al gedaan? Aan dit werk? Ja. Ja. Anthony Kamerling en Reinoud Oerlemans. Hier ook natuurlijk aanwezig. Nee, ga wel. Microfoon. Oh, dankjewel. En hadden we toch niet kunnen denken dat we hier nog eens zouden zitten in 91 en dat we de champagne van de sterren zouden drinken, als die open gaat tenminste. Nou, ik weet het niet. Hoe voelen jullie je, jongens? Zijn jullie een beetje moe? Rillig, koud, moe. Ja? Lekker. Aangeschoten. Maar meer blij. Heel blij. Blij dat het even erop zit. Zo. Even pauze. Ja, echt. Want het is natuurlijk een pittige serie, Reinoud. Wij waren het ja, ja, zeker. Maar ik ben ook erg voldaan dat het nu allemaal erop staat. Ja. Dat ik en ook lekker even 2 maanden eruit ga. Het gevoel van succes moet een lekker gevoel. Mag je wel zeggen? Jawel, nou als je het op zo'n avond als vanavond ziet wel, ja. Ja. Nou, ik drink, jongens, op jullie dynamische carrière. En op jullie terugkeer in september vast. En ik wens jullie een hele fijne vakantie in alle rust. Dankjewel. Santé, gezondheid. Oké.
Maar ik wou nog een paar dingetjes van jullie weten. Het is koud hier. Anthony, je bent elke dag met die rol bezig van Peter. Is het gevaar groot dat je je heel erg vereenzelvigt met die andere jongen, met die Peter? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het gevaar is eerder dat je nonchalant wordt en je tekst niet meer leert. En dat je elke dag mee bezig bent. Wil je elke dag maar doen? Het vereenzelvigen, nee. Nee. Voor mij heeft het niet. Wat zijn nou jouw plannen? Je bent in één klap ben je hartstikke beroemd geworden in Nederland. He, je leven is daardoor denk ik nogal veranderd. Ja. En hoe zie je nou de komende jaren? Je gaat in september weer beginnen. Ja, nou ik ga in ieder geval nog een jaar dit doen en daarna weet ik niet. Ja, ik zou natuurlijk wel in een mooie film willen spelen, maar dat wil geloof ik iedere acteur. Ja. En je kan ook lekker muziek spelen. Ja. En wil je daar nog iets mee doen? Nou, misschien. Ik speel klassiek piano, maar ik wil ook de blues en de jazzkant op langzamerhand. En misschien als dat goed gaat, maar dat weet ik nog niet. Dat is echt heel vaag. Je kan wel zoveel willen, hè? Ik kan wel zoveel willen, daarom. Ik zou ook wel profvoetballer willen worden. Reinoud, is je leven gigantisch veranderd toen je met goede tijden, slechte tijden begon? Hij heeft mij ontmoet. Dat is al één groot verandering. Factor. Nee, waanzinnig natuurlijk. Waanzinnig. Maar hoe kan je er nou, je hebt er nooit mee leren leven. Het gebeurde in één keer. Elke avond op tv, boom. Ja, in het begin was het heel leuk. Er gebeurden allemaal heel graag dingen. Op een gegeven moment denk je van, nu wil ik ook een keer normaal uit. Of normaal een keer boodschappen doen. Niet met al dat Arnie gebeuren of met dat Peter. Ben je er nog bij of niet? Nee, ja, ik kom er weer bij, sorry. Maar nu is het zelfs een beetje zo dat je er een beetje aan gewend bent en zo. Maar op dit feest is het weer gek uit. Ja. Maar dat mag ook. Een lekker gevoel. Ja. Eventjes tussen jou en mij. ja. Hoe ziet hoe die kan, ja. Jouw ideale vrouw eruit? Bijna. Ze is... Nee, dat is geen ideale vrouw. Ze moet lekker kunnen zwemmen. Ze moet goed kunnen zwemmen. Dat is heel belangrijk. Heel goed kunnen tappen. Bier tappen. Nee, maar niks geen ideale vrouw. Ben je nog niet helemaal aan toe, een beetje? Jawel. Jawel? Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Wat is jouw ideale vrouw? Ja. Volgende vraag. Jullie zijn gabbers geworden van elkaar. Ja. Dat kan je wel zeggen. Nou, dat is niet helemaal waar, want als de camera straks uitgaat, dan gaan we... Nee, ik weet het, want ik haal jullie wel eens in. Op de provinciale, op de provinciale weg. Ja. En dan zitten jullie met z'n tweeën in het maffe autootje van hem. En dan hebben jullie vrij, is het vrijdagavond. En dan, jullie brengen ook veel tijd samen door. Zoveel als maar kan, hè. Ik bedoel, we zoeken, dat zoek je vooral tijd voor elkaar. Toch nou, het is wel zo, kijk, hij heeft nu wat gedronken en dan moet je een beetje... Nee, maar het is wel zo dat wij allebei het samen alles meemaken van begin af aan. Je deelt... Wat je meemaakt is niet normaal gewoon. Het is niet normaal. En dan kan je eigenlijk alleen maar met hem delen. Nou, wel, kan je heel goed mee praten, ja. Dus jullie houden elkaar het hoofd boven water? Ja, soms wel. Af en toe. Maar jullie zijn ook niet te beroerd om af en toe even een lekker robbertje te vechten. Kunnen we nu even naar kijken? Oh, leuk, ja. Meester, ik weet niet of jij het net dacht, maar je moeder is laag. Ik heb niks met jou te maken, jongen. Geen moer. En ik heb gezegd om op te donderen. Ik weet niet of je het door hebt, maar je zet jezelf wel aardig voor gek, hoor. Heb je me niet gehoord? Wegwezen hier! Er is helemaal niks aan de hand, stomme ik zak! Ik heb het toch zelf gezien? Klootzak! Ik maak het af! Kap me, hè! Hou middelijk op! Waar is je? Godnoodzak! In godsnaam, hou op, Karin! Bij je hoofd! Oh mijn god! Wat gebeurt er toch allemaal? Oh, Daniel! Mama. Daniel, help me! Ze maken elkaar af naar boven! Zwaai, helemaal gek! Ga eens opzij. Au! Wat zijn jullie een vreemdsnaam aan het doen? Sterretje rotzakken! Veel aandacht trekken natuurlijk de sterren van de serie. Maar hoe zou het zijn met die mensen achter de schermen? Hè? Die ook deel uitmaken van die hele goede tijden, slechte tijden, familie. Guus Marinus, die praat even met die mensen achter de schermen. Dus voor jullie ook heel eerst. Ja, we zijn hier bij het regisseursteam. Frank, is er een scène die je gedraaid hebt tot nu toe, waar je nog een aardige herinnering aan hebt? De scènes tussen Simon en Annette, tussen Rick en Frederik. Die met z'n tweeën een kort weekend naar een buitenhuisje gingen waar ze allebei de tijd doorbrachten. En het waren ontzettend leuke scènes omdat het buiten regende en stormde. Dus we konden binnen ook regen en storm nabootsen door middel van een klein gietertje over het decor heen. Terwijl ze samen in bed lagen. En het leuke was eigenlijk dat ze allebei
heel gespannen waren, omdat Rick eigenlijk best wel met haar in bed wilde, maar zij niet. En ze moesten dan op een heel smal stretchertje slapen, geloof ik. Nou, iets van 90 centimeter had ik ervan gemaakt. Ik zei, neem maar zo smal mogelijk bed, zodat jullie heel dicht tegen elkaar aan moeten liggen, maar toch die spanning tussen jullie twee voelbaar is. Nou, en dat zijn ook scènes waarvan ik zeg, die zijn achteraf, als ik ze terugkijk, ook geworden zoals ik ze in mijn gedachten had. En dat waren echt, wat mij betreft, een van de leukste scènes. Ik herinner me bijvoorbeeld één scène dat, Suzanne en Peter in de hotelkamer, Peter die binnenkomt en die ontdekt heeft dat Suzanne bij een escortservice heeft gewerkt en dan 100 gulden op bed gooit en dan wegloopt. Ik had ze gevraagd om dat heel emotioneel heel dicht bij zichzelf te houden. En de bonus is dan dat op een gegeven ogenblik bij take 2 of 3 Anthony echt gaat huilen. En dat, nou, dat werkt zo goed voor de scène. Dat kan alleen maar ontstaan in een setup waarbij dat vertrouwen compleet is. Anders dan zal iemand zich nooit zo volledig blootgeven dat kan. En dat is prachtig. En dat is bij elke acteur hier het geval. Iedereen durft zich volkomen over te geven aan de acteurs, aan de regisseurs die op dat moment bezig zijn. De emotionele scènes zijn vaak de afscheidsscènes. Omdat daar vaak automatisch iets extra's bij komt. Omdat het niet alleen het afscheid van het karakter in de serie is, maar ook daarbuiten van de acteur. Maar een scène die ik zelf wel leuk vond, hoe die gedraaid was, was een scène, een totaal andere scène. Kom maar even naar beneden. Nee, blijf maar. In de hotelkamer van Suzanne. Als Suzanne op de vlucht moet voor Maurice de Bruin, die haar komt vermoorden. Hoi. Je bent zeker al klaar. En dat was een scène die zich in drie verschillende sets afspeelde. Op het moment dat Maurice de Bruin bij haar binnenkomt, belt Peter haar en is ook onderweg naar haar kamer. En hij moest zich kapot rennen om het te halen, anders zou ze dus vermoord zijn. En dat was heel spannend om te zien, zou hij het redden wel of niet op tijd, omdat ik het dus in één keer draaide. En dat zie je ook terug in de scène, dat vond ik wel leuk. The very first scene that I did was with Reinhold, when he was walking out with the flowers, and he had to be really excited about the fact that he was about to go to bed, or he'd just been to bed. He may not remember it, but I remember we sort of established the house, and he was coming out, and he picked a rose out to put on the tray to take upstairs to his loved one. That's the scene I remember, because it was one of the first scenes that we ever did. And it was a difficult scene to make work. Ja, als je zo achter je kijkt in het zwembad, dan zie je allerlei dames zwemmen. Heb je daar niet zin om op vakantie te gaan naar een warm land? Ja, iets van de Bahama's of zo. Het ziet er zeer aantrekkelijk uit. Ja, volgende week donderdag ga ik voor 2 weken naar Griekenland. Naar Evia. En ik ga over 2 weken een weekje op vakantie naar een plek waar niemand is die Martine kent. En dat vind ik heel rustig even. Ik heb een camper en ik ben gek op circussen, dus ik ga zeker Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland in om een heleboel oude bekenden die daar in circussen werken te bezoeken. Even geen goede tijden, slechte tijden. Wat voor plannen heeft u er voor de komende 2 maanden? Nou ja, kijk, een drukke zakenman die heeft altijd drukke zaken. Maar goed, nee, zo is het ook eigenlijk een beetje. Je kan natuurlijk niet op je lauweren rusten en zeggen ik ga lekker met vakantie. We blijven doorgaan met verschillende dingen. Annette wordt de komende 2 maanden even opgeborgen. En Frederik gaat op vakantie, neem ik aan. Ik dacht het wel. Heb je al plannen? Ja, naar Zuid-Frankrijk. Lekker uitrusten en verhuizen. Ik weet het nog niet. Ik zie wel. Misschien naar Sicilië of zoiets, maar ik merk het wel. Jij komt ook terug, neem ik aan, het nieuwe seizoen? Ja, ik kom terug, het nieuwe seizoen. Ja. Martin, word je zonder bril nog wel herkend op straat? Een stuk minder. En na de verhalen van de anderen te horen is dat niet zo heel onprettig. Maar vanochtend nog werd ik in de tram begroet door een hele lieve Amsterdamse moeke. Die zei, ach jongen, ben je nou weer uit het opvangcentrum weggelopen? En dat soort reacties vind ik erg leuk. Ja, ja. Maar verder valt het heel erg mee. Nou. De komende weken hebben jullie vakantie. Ben je eraan toe? Nou, ik nog niet zozeer. Ik ben pas 2 maanden bezig en ik begin net te wennen, dus ik heb wel zin om verder te gaan. Ik ga niet weg, niet het buitenland in of zo. Ik wil een workshop gaan doen in Amsterdam, een acteerworkshop, weer in het Engels. Ja, en voor mij, ik heb gewoon het gevoel dat dit de eerste keer is dat ik dus echt recht heb op een vakantie.
Want nu weet ik dat na deze periode kan ik weer lekker aan het werk hier. En ja, ik vermaak me hier absoluut op mijn best. De werksfeer zijn fantastisch. Ga je ze wel zo lang alleen laten, Olga? Hou je ze wel in de gaten op die vakantiemaanden? Nee, ik ben blij dat ik even vanzelf ben. Ja, dit is een geintje. Iedereen lacht natuurlijk thuis nu, want ze weten dat het allemaal niet zo is. Het is leuk, hè? Dat de wereld van illusie en werkelijkheid zit een heel dun scheidingswandje tussen. Sorry. Maar even vragen, wat gaan jullie de komende zomermaanden doen? Waar gaan jullie nou bijvoorbeeld samen lekker met z'n tweetjes naartoe? Naar Barbados. Naar Barbados. Nee, ik weet het. Mag ik jullie veel plezier wensen? Ja, heel graag. En veel zonneschijn, ook in jullie beide leventje. Nou, dag. Jij ook. Ja, dag. Ja. Nou, gauw weg. U ziet wel, er is heel veel romantiek in goede tijden, slechte tijden. Kijkt u maar, heerlijk. Feestje horen natuurlijk ook cadeautjes en het was zo aardig dat de programmadirecteur van RTL 4, Ruud Hendricks, die bood alle medewerkers en de acteurs van de serie, de cast en de crew, een heel leuk cadeau aan. Dat ze ook een beetje kunnen ontspannen. Kijk u maar. 4,5 miljoen Nederlanders kijken elke week naar goede tijden en slechte tijden. Dat zijn er meer dan naar welke andere Nederlandse drama serie ook. Er is maar één echte Nederlandse dagelijkse drama serie en dat is goede tijden en slechte tijden. Nogmaals, namens iedereen bij RTL 4, daarvoor ontzettend bedankt. Ten einde in het nieuwe seizoen ook af en toe te kunnen ontspannen. Oh jee. Maandag aanstaande wordt er een poolbiljart gebracht in Aalsmeer, voor tussen de opnames door. Het ging wat ver om het biljart helemaal hier naartoe te slepen op mijn rug, maar hier heb je alvast de ballen. Alsjeblieft. Olga Madsen, de producenten, die verraste alle acteurs met een soort videotape waarop alle miskleunen, zeg maar de bloopers, stonden. En dat vonden ze hartstikke leuk om te krijgen natuurlijk. Voor die momenten dat je hem kwijt zou kunnen raken, krijgt iedereen een kopie van deze band cadeau. Want dan kan hij hem opzetten en dan kan hij alsnog zorgen dat hij hem niet kwijtraakt. Ik hoop dat jullie daar heel tevreden mee zijn. Bedankt. En ik kan me best voorstellen dat u zegt, nou, dat zou ik wel eens even willen zien, die dingetjes die misgingen. Nou, hier komen ze, een paar kleine dingetjes die niet helemaal gingen zoals ze gepland waren. De bloopers. Wat denk je van nog een glaasje? Ja. Lekker. Oeh. Kut. Zegt hij. Wat zegt hij dan? Misschien lukt het hem. Ja. Ja, hij is niet altijd even aardig. Shit. Ik wist dat ik je zou doen. Hé, wat leuk dat je weer voor ons gaat werken. Ja? Ben ik of zo? Ik weet het niet meer. En? Hé? Zeg nou. Sorry, ik ben het vergeten. Even dimmen, ik heb tijd nodig om te proeven. Ik vond jou zo mooi. Hoi. Fijn dat je gekomen bent. Ik had toch niets beters te doen. Moet ik het zeggen? Lijkt me leuk, ja. Dag. Hey, die secretaresse zei dat ik meteen binnen moest komen. Ja, ik wil je graag voorstellen aan meneer Breukelen. Meneer Breukelen, dit is Peter Kelder, over wie ik vertelde. Aangenaam.
Zeg, ik ben zeer onder de indruk van wat ik gehoord heb. Ja, nou weet ik echt niet meer wat ik zeggen moet. Nee, moet je nou horen. Mijn vrouw is van haar man gescheiden omdat hij in zijn slaap praat slaapte. Nou, wat zei Simon? Nou, ik ga het overleven. Niks gebroken. Nee, wat dat betreft hebben ze slecht werk geleverd. Goed. Ik ga er vandoor. Ik zit vanavond geen stap meer buiten de deur. Wat is dat voor stomme afspraak? Het is toch ook jouw huis? Sterker, het is mijn huis. Sorry hoor. Dorpen, John Albert! In verband daarmee zou ik graag willen weten wat precies uw connectie is met David. Hoe heet hij? We begrijpen elkaar nu beter, geloof ik. Niet waar? En ik heb geen geld, dus je kan het niet vergelijken. Voor ons zit het er nu bijna op en zij feesten nog even lekker door. Maar zet u het vast in uw agenda op de kalender. Maandag 16 september, de eerste aflevering van een nieuwe reeks Goede Tijden, Slechte Tijden. En als u moeite heeft de komende zomermaanden, kunt u af en toe even naar Utrecht gaan. Want daar helpt de Dom u de zomer door. Bye bye, wens u een hele goede zomer en lekker weinig slecht weer.